Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van natuurlijk de serie Road to Life Dropzone KEM Strike. In deze serie probeer ik natuurlijk een KEM Strike te halen in de game mode Dropzone. We gaan vandaag spelen met de Honey Badger zoals je zelf ook hebt gezien. Ik dacht we pakken een keertje een ander wapentje erbij en we gaan natuurlijk kijken wat wij kunnen gaan verrichten. Het is de map Octane, een chill mapje om op te spelen en oh zo, het potje lekt man, zag je dat? Mijn teammate die hing serieus gewoon helemaal vast. Dus ik weet niet of dat het hele potje gaat gebeuren, maar oh, mijn teammate die haalt een 4-man kill. Nice gedaan, teammate. Jou mag ik nu al. En ik wou alleen maar assist. Jan die probeert ook wat hoor. Assist, assist, assist. Hij gaat lekker, Jan. Gaat helemaal top. Zo willen wij spelen. Ah, jongens. Even reloaden, even rustig aan. Dan loopt het daarheen. Ik moet weer even wennen, man. Aan die Honey Badger. Zat er hier toch nog een? Of ben ik dat? Nou... Wow, yo, teammate. Zie je wel. Ja, winnen! Jongens, ga nou weg met die assist! Ik wil geen assist krijgen, ja? Oh, dat vind ik helemaal niet leuk! Oké, geen assist. Komt tevoorschijn. Ik zit vast. Godverdomme. Ik zat vast op die... Weer een assist. Ik zat vast op die jeep, man. Er staat een IMS, jongens. Kijk uit. Ik ga hem niet kapot schieten, want dan ben ik meteen out of ammo namelijk. Maar... Oké, geen assist meer, jongens. Die IMS is kapot, dankjewel, teammate. Geen assist. Weten de teammates van mij wat dat betekent? Geen killsteals. Ik wil de kills. Dankjewel, dat is één kill. Nee, wel godverdomme. En nog een kill. Woe! Geen assist. Het is een wonder. En ze spawnen nu allemaal waarschijnlijk bij strip, jongens. Bij strip, 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 strip. Strip, strip, strip. Oké, toch niet. Zo, je rent zo slow, man. Ik kan sneller rennen, jongens. Er loopt er één te campen. Dankjewel. Zit er hier nog meer? Ja, natuurlijk. Waarom ook niet? Oké, we zitten nu op een 5-streak, man. Ik word niet meer geassisteerd. En we zitten meteen op een 5-streak. Ik hoor ze naast me lopen, dus dan komt hij waarschijnlijk naar buiten. Kom jij of niet? Ja, hey, dank je. Let's go, maat. Oh shit, nog één. Wat yo, gek. Geef me je wapen maar. Je hebt ook een Honey Badger naast, dus dan pak ik zijn Honey Badger wel. Dan heb ik meteen weer ammo namelijk. Maar, grote vraag is... What the fuck, jij hoort niet bij me. Waar de enemies spawnen, want ik loop nu wel leuk de hele tijd hier. En ze spannen ook een beetje naast me. Maar ze moeten niet zo naast me spannen. Want ik in één keer door ze dood ga natuurlijk. En dat is hetgene waar ik nu goed op moet letten. Want als dat gebeurt. Dan word ik in één keer door mijn pis. Godverdomme, weer assist. Dan word ik in één keer door mijn pisvlek geschoten. En dan ben ik gewoon dood. Ah! Geef mij nou eens een kill, jongens. Jullie pakken alles van me af hier, oh. Ik ben gewoon de assistman of zo. Hé, hey, jongens! Oh, daar is de enemy. Ik zat hem al te zoeken. Ik dacht, er zit er toch nog een op. Weet je, ik blijf er gewoon staan, joh. Niet mijn kill stelen. Gun mij even een kill. Er zit er één daar. Shit. Wacht, niet meer snipen. Dankjewel, want dan heb ik weer eventjes een bisontje. Dan heb ik meteen weer ammo. Dankjewel. Daar is de sniper. Uh-oh. Uh-oh. Oh my god, kan je nou nog doodgaan? Dankjewel jongens, dikke assist weer hè? Jongens, kom op! Dat was wel een mooie assist by the way, maar... Ik had toch liever zelf de kill gewild. Oké, nu gaan we spelen met de Bison. Want ik heb per ongeluk geen scavenger aangezet op deze class. Dus dat is heel erg slim voor mij. Maar niet heus. Dus dan moeten we doen met wapens van de grond afpakken. Daarmee kills maken en daarmee doorgaan. Oh my god, ik kom weer bij de dropzone aan hoor. Iedereen is al dood. Jongens. Ojo! Alabalabam, balabambam. Kut teammate. Dankjewel teammate, holy fuck. Woo! Oh shit, ik ben gestunt. Achteruit. Ik heb hem ook nog. Even de andere kant op. Want ik weet nu niet meer waar ze zijn. Daar is er één. Oeh, geen assist. Sowieso, ik heb een kill gekregen jongens. Geef mezelf even een applausje. Applaus voor jezelf, dankjewel. Oké, okay, go. Holy shit, we zitten op 20 streak. Huh? Serieus? Uh-oh. Kut, waarom heb ik dat gezien? Nu ga ik hem stressen. Owee als ik genijfd word. Ik zweer het je, dan word ik echt boos. Ik weet zeker dat dat gaat... Kut, dat was een like. Sorry. Ik weet zeker dat ik genijfd ga worden. Ik heb gewoon zo'n voorgevoel hier, oh. Nee, jongens, niet... What the fuck, ouwe? Niet mijn... Ik ga even... Ah! Ik kan hier niet tegen, jongen. Ik weet niet op hoeveel streak ik zit. En ik kan het niet meer uit mijn hoofd krijgen nu. Nee!
Alsjeblieft, jongens. Niet onthouden op hoeveel streek je zit, Jan. Vergeet het. Vergeet op hoeveel streek je zit. Maar dat kan ik niet. Ik ga zo meteen dood. Ik ga zo meteen dood. Ik voel hem aankomen. Ik weet op hoeveel streek ik zit. Ik ga... Ah, niet denken, Jan. Gewoon doorgaan. Oh my god. Ga nou weg met die assist. Ik moet nog één kill. Nee, Jan. Nee, Jan. Dat moest je niet zeggen. Hey! Woo! Save for tijd! Serie voltooid! Serie is voltooid. Geef me een wapen, want ik heb geen ammo meer, alweer. Serie voltooid zonder scavenger, dat is best wel geniaal. Ah, het is zo irritant als je weet op hoeveel streak je zit. Ik zag links in mijn beeld staan, Jiraski is al een 20 streak. Ik dacht van, nee, waarom heb ik dat gezien? En op het moment dat je dat weet, dan krijg je het niet meer uit je kop. En dan ga je er gewoon op letten op 21, en 22, en 23. En dan ga je waarschijnlijk heel vaak wel dood dan, als je het weet. Maar vandaag was het niet zo'n dag. Want vandaag heb ik het overleefd. Ik zag jou zitten, vriend. Zo. Zit er hier nog een. Kijk uit. Ik weet niet of hij naar boven is gegaan, maar er zat er nog eentje. Die heeft een ghillie suit aan. Ik roep mijn camstrike in. Hier komt hij. Alsjeblieft. Als die blaf blaft. Oh, what the... What, yo? Ik schrik me helemaal kapot. Holy shit. Die is slow motion. In echte slow motion. Boom. Holy shit, balzaal. Ik heb wel een dikke multikill nu gekregen. En oh, yo, ik zie helemaal niks meer. Oh, ik schrok me helemaal kapot, man, van die sniper vent. Oh, yo. Ik krijg een spontaan kriebel van mijn titan. Kut, ik was aan mijn titan aan het kriebelen. Woe! Dankjewel, sniper. Ik je nog even laat schrikken ook als ik op een 30 streak zit of zo. En oh, hij snijpt me nog een keer. Let's go, jongen. Die vent die heeft me links aan staan. Er zit een enemy hierop, of niet? What the fuck? Ga mij deze ammo crate. Ik wil deze ammo crate. Geef hem aan mij. Want kijk, als ik een ammo crate op de grond neergooi, kijk, dan komt er altijd een goed wapen uit. Kijk, let op, hè. Hey, hier zie je wel. Hier, goed wapen komt eruit. Ik zei het je. Oh, ja, dan ben ik meteen dood. Dan is mijn wapen meteen weer weg. Meteen is mijn wapen weg. What the fuck, man. Goede kill, teammate. Ik zie helemaal niks meer. Ik weet niet of jullie nog wat zien op deze video, maar ik zie serieus echt de ballen hier, oh. Oftewel, helemaal niks. Zo leuk als je campstrike inroept. Dus je kan helemaal niks meer zien hier, oh. What the fuck, man. Oh shit, ik zie niks. Oh, je zit bovenop te campen. Jammer, man. Gelukkig deed hij dat niet op het moment dat ik op een hoge streak zat. En gaat hij het nu pas doen, want anders had hij me zo meteen, toen ik misschien op een streakje zat, nog wel gekild. Maar hij campt nu pas, dus nu heb ik er ook geen last meer van, joh. Oh my god, ik zie echt helemaal niks meer. Ja, ga niet dood, joh. Blijf gewoon lekker rennen terwijl ik in je rug aan het schieten ben. Ik kan nu gewoon midden in de map gaan rennen, want die enemies zien me waarschijnlijk toch niet lopen door die campstrike die is afgegaan. What the fuck? Oh, hij loopt daar, joh. Ik zit hem te zoeken. Ik zag hem opeens door de muren door die... Oh, mijn teammate heeft hem al gepakt. Weet je, maak het potje maar af, jongens. Want ik zie toch helemaal niks meer hier, joh. Ik ga op de dropzone liggen. Ik ga gewoon op de dropzone liggen. Klaar. Oh, shit. Ik zie helemaal niks. Teammate rennen, jongen. Ja, let's go. Hier, allemaal op de dropzone. Dan kunnen we even dit potje afmaken. Hup. Huppatee. 60 punten erbij. 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 Het is gewoon allemaal gratis XP wat je niet had. Kijk uit, er komt een enemy aan. Ik knal hem af. Als jullie de andere kant hebben, dan kan ik deze kant in de gaten houden. Huppatee. Teammate is dood gegaan. Door wie? Door wie ben je dood gegaan dan? Oh shit. Oh, hij knalt mij ook nog af. Ik zie toch helemaal niks meer, joh. Hoe moet ik nou zien van via welke kant ik word afgeknald? Als een fucking... Dankjewel, teammate. Als een fucking hele rookwolk hier al in hangt. Jongens, kom op. Allemaal op de dropstone. We gaan weer even het potje afmaken. Hup. Huppatee. Ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Hé, we hebben gewonnen, dankjewel. Zo, gelukkig is het potje afgelopen. Die vent die in mijn team zat, Mr. Rockies, die ging echt heel erg bezig met zijn K7, jongen. Ik zag hem net het rennen, ik zag hem net het kills maken. Dus die vent, die verdient een applausje. Maar de serie zit er hier natuurlijk op. Dus als jullie hebben genoten van deze serie, hij is niet heel erg lang doorgaan natuurlijk. Want ik heb hem redelijk snel gehaald. Maar als je hebt genoten van deze serie, geef hem natuurlijk een duimpje omhoog. Dat helpt mij enorm. En hoop ik jullie ook weer te gaan zien bij een andere video. Bij misschien wel een nieuwe serie. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.